Hello, my name is Wissa Ibenga. I'm my school is the European School of Mull. I was born in Holland and I'm 11 years old. Hallo, mijn naam is Holly. Ik ben 10 jaar oud en ik ben geboren in Engeland en ik zit op de Europese school in 5e Engelse klas. My hobby is to fly airplanes on Flight Simulator. In mijn vrije tijd speel ik voetbal. En mijn hobby's zijn ook voetbal. En op de computer spelen. Ik speel graag Sims op de computer. Meestal als ik op de computer speel, speel ik of Flight Simulator, net zoals ik al had gezegd. Of ik ga op het internet en dan speel ik Commando 2 op miniclip. In Ierland had ik ook een smartboard toen ik daar nog woonde. Ik was 7 toen ik daar naartoe ging. Maar wij hadden geen blackboard en een whiteboard, zo gebruikte alles op de smartboard. De leraar gebruikte de smartboard dan ook heel goed. We speelden er wiskundespelletjes op en allemaal dat soort dingen. I think the smartboard is nice and fun. Ik vind de banken, die hele hoge banken, vind ik perfect in onze klas. Je kan je voeten er lekker op steunen en al. Wat vind jij er eigenlijk van die hoge banken? Nou, dan kan je als ik vind ze goed, dan kan je ook zien wat er op de bord staat. Dan hoef je niet over hun heen te kijken, dan sta je al hoog. Our class is these really high chairs. They're really nice to sit on because you have a footrest and everything. What do you think about those footrests and those high chairs? They're good because you can make them higher. You can put your foot higher or lower if you're tall. You can put it lower if you're small. You can put them higher, and you also don't need to look above people. Bonjour, je m'appelle Sylvie Lux, je suis belge et moitié vietnamienne et j'habite en Belgique depuis 12 ans. Hallo, ik ben Boudewijn Wijnands, ik ben 16 jaar, ik woon in Nederland en ben een Nederlander. Hallo, ik ben Maximilian Jensen, ben 16 jaar oud en kom uit Duitsland. So, what sports do you do? Je joue hockey du glace, rugby, je joue différents sports aussi. Je fais du piano, du chant. Et je fais de la peinture. Ja, also ich fahre gerne Fahrrad und bin ein Sammler. Also ich sammle Briefmarken und Münzen und alle verschiedenen Sachen, die mich interessieren. Oui, en général, pour vérifier mes amis qui habitent dans le monde, j'utilise Facebook après l'école. Et MSN pas tellement, mais surtout Facebook. Hoeveel tijd spenderen jullie per dag op de computer ongeveer? Ik wel veel, maar ik werk dan ook vaak erop. Al voor school bijvoorbeeld, ja, heel veel voor school. Ja, zeker. Ja, ik vind het echt fantastisch, de smartboard. Gebruikt echt superveel bij presentaties en zo. En, ja. Vooral voor PowerPoint presentations, bijvoorbeeld in geschiedenis, ja, of zo, ja. Heb je altijd leuke animaties of zo. En kun je het beter uitleggen wat er gebeurd is met foto's en dan direct erop tonen en dan direct. Ja, je kunt ook drawings on it if you need to do a sketch or anything like that. Ja, also ich glaube, dass in der Zukunft vor allem der Computer nützlicher sein wird für auch die Schule. Op momenteel school gebruiken veel de computer voor presentaties, alles met schoolwerk en ook met vrienden en zo. Maar ik denk later, hoe ouder je wordt en studeren en werk, dat we dat steeds meer gaan gebruiken. Ik denk dat de ICT steeds meer werkelijkheid wordt. Het wordt meer 3D, denk ik, persoonlijk. En ik denk dat we een grote voet vooruit gaan maken. Donc moi je pense que la technologie c'est très important pour plus tard parce que j'ai parlé beaucoup à mon père et il m'avait dit que dans le passé c'était plutôt un ensemble. Le professeur donnait des cours à un ensemble d'élèves mais ce n'était pas individualisé.